Hoi, ik ben Giancarlo Menotti. Ik componeer opera's. Dat zijn toneelstukken waarbij alles gezongen wordt. Mijn eerste opera schreef ik al toen ik 11 jaar was. Behalve de muziek bedenk ik ook altijd de verhalen zelf. De jongen die te snel groeide gaat over Poponel. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Kijk, daar loopt hij met zijn bezorgde moeder, mevrouw Skosvotmoniet. En dit is zijn nieuwe juf, juf Hope. Altijd spannend zo'n eerste schooldag. Poponel zou graag net zo klein zijn als de andere kinderen. Misschien kan zijn klasgenootje Lucie hem helpen. Of professor Miep Meermans met haar laboratorium. Dokter Klein wellicht. En dan is er ook nog Hans Hond, de dierenvriend. Wat heeft hij in dit verhaal te zoeken? Geen tijd om het allemaal te vertellen. Kom maar snel kijken en luisteren hoe het afloopt.